Hey, hallo, welkom allemaal bij deze vlog. Super leuk dat jullie kijken. Ik heb natuurlijk deze week wat nieuws gelanceerd. Dat is de laagste prijsgarantie. Het heeft een heel lang verhaal. Ik geef dus geen korting op Image Skincare, maar op het moment dat jij klant van mij bent en altijd maar aan het zoeken bent naar mensen met de laagste prijs, wil ik jullie aangeven dat ik niet de laagste prijs aanbied, maar op het moment dat jullie voor de laagste prijs ergens anders willen gaan halen, dat ik ertoe bereid ben korting te geven op product, zodat je het bij mij kan kopen voor dat bedrag. Op deze manier hoop ik dat de hele concurrerende prijsstuntoorlog een keer gaat stoppen. Dus ik wil het nu eigenlijk over iets heel nieuws hebben, omdat het is nu natuurlijk super lekker weer. Het is heel warm buiten. Ik heb jullie deze hele week meegenomen met allemaal leuke filmpjes. Dus kijk er even gezellig naar. En dan kom ik zo meteen terug met leuke nieuwe producten. Zo, nou, het is maandag. Dus vandaag is mijn kennistoets aan de beurt. Ik heb de hele nacht gedroomd van de units of lie en op, nou, echt vieze nagels en ga zo maar door. Dus ik ga nu nog eventjes die welbekende flashcards doornemen. En het is nu 9:15, dus ik had Tom echt om 8:00 al op de opvang. Ik ben even lekker met de fiets gegaan. En nu ga ik nog eventjes tot en met 10:30 ongeveer leren. Dus ik heb nog, laatst zijn 10:45, dus 2 uurtjes leren. Dan ga ik naar Den Haag. En dan gaan we die toets gewoon even maken. En dan zien we het wel. Eind van de dag is als goed de toetssleutel. Dus dan weet ik gelijk of ik het wel of niet gehaald heb. Nou, het interesseert me eigenlijk helemaal niet als ik 5,5 zou hebben. Maar ik hoop zo dat ik het haal. Want ik merk echt dat ik het spuugzat ben. Dus ik ben echt helemaal klaar even met het hele leren en school en moeten. Ik merk dat ik de laatste tijd niet te genieten ben. Vooral thuis. Ik kan niks hebben. Dus ik ben er gewoon even helemaal klaar mee. Ik ben toe om met mijn klasgenootjes, mijn groepje, gewoon even lekker te gaan borrelen en een avondje uit te gaan. En even alles even weg. En me even kunnen storten op mijn website en andere dingen. Dus nou, later meer. Maar ik ga nu even gauw leren. Eczema. Sinus sinus pilonidalis. Dit is keratoconjunctivitis. Dit is papulopustulose rosacea. Dit is een lepelnagel. Dit is herpes genitalis. Dit is ongiomycose. Schimmelnagel. Dit is moliforum contactium. Ook wel watervratjes. Contagiosa. Nou, maakt niet uit. Mollusca contagiosa. Olievlekfenomeen. En angioödeem. Nou, hier kan ik in ieder geval niet op zakken. Het is me toch gelukt. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb het idee dat het echt super goed ging. Maar de toetssleutel staat er nog niet. Dus ik durf er ergens ook niet van uit te gaan. Ik ga nu in ieder geval eerst even naar de achterbuurvrouw. Even een bakkie doen. Even de baby bewonderen. Een tijdje niet gezien. Dus jullie horen het later wel van me. Maar volgens mij ging het best wel goed. Maar dat vind ik wel altijd een enge gedachte. Want je weet het nooit. Dus tot straks. Nou, de toetssleutel is binnen. Ik was zelf bij de buurvrouw. Maar ik kwam binnen toen ik echt net binnen was. Maar ik denk, nou ja, om dan weg te gaan is ook lullig. Een hele hoop heb het gehaald, zag ik al. Toetssleutel B. Eef! Wil jij even helpen? De eerste twee zijn al goed. 1, C. Ja. 2, A. Ja. 3, C. 4C, 5A, 6A, 7C, 8B.
88, 89 en 90 zijn C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Oh, nou is al op de valreep. Nou. Oh, 23, maar eentje weet ik dat dat een twijfelgevalletje is. Dat was met plaatjes, welke was dat? Daar had ik C en dan die vragen klopten niet. Nou, ik heb hem. Oké. Okay. Dankjewel hoor. Oh, zie je, 63 punten is een 5,5. Dus, en ik zei ik had er 23 fout, dus ik heb er 66. Yes! Ik hoor net dat ik een vet coole moeder ben. Nou, het is... wat is het nu? Dinsdagavond. Ik ben vandaag lekker naar een kappertje geweest. Maar ik ga heel eventjes snel de producten in de webshop zetten. Helemaal volgens webshopproef natuurlijk. Nou, we staan in de file. Het is nu woensdag en het is bijna 5 uur. En zoals jullie zien heeft Tom het heel warm, hè? Maar Tom heeft vandaag wel lekker gezwommen, hè? Bij tante Marijke. Ja. Met Dien en met Jay, hè? Ja. Met zijn neefjes heeft hij lekker gezwommen terwijl mama aan het werk was. En het was heel warm. Oh, ik zit net een beetje zo te jeuken. Ik krijg een beetje last van de warmte. Wat zeg je? Bandjes. Oh, bandjes zat hij om. Ja, zo. Maar we staan dus in de file, want hier in de omgeving gaat iedereen natuurlijk heerlijk naar het strand. En Tom en ik zijn vandaag ook bij de tandarts geweest. En toen stonden we, nou eigenlijk moet ik zeggen, toen we vanmorgen naar Noordwijk toe reden. Dan gaan we altijd via de snelweg, want dan is dat lekker kort en snel normaal. En toen kwamen we bij de afrit van Noordwijk. Toen stond het dus al vast, ja, met toeristen. Ja. En wij gingen niet in de file staan, hè? Nee. Nee. Dus wij gingen naar via Rijnsburg. Ze hebben een toeristische route. Wat ik dus wilde vertellen, ik had dus die wimperklant en daarna zijn we naar de tandarts geweest, Tom en ik. Heeft die twee gaatjes van Tom even een soort van snel met een soort klein vullinkje gedaan. Deed Tom hartstikke stoer. Eén ging heel goed, eentje even iets minder. Dus hij wilde niet meer zijn mond open doen. Nee. Nou ja, die doen we misschien of volgende keer of we hopen gewoon dat het goed gaat. En daarna had ik na de pauze eventjes mijn moeder even mooi de wimpertjes weer gedaan. Want die is al 4 weken geleden, want die wordt continu verschoven. Wimpertjes aan. Ja, en daarna had ik een klant die vorige week geweest is. Die dus nu voor de eyeliner kwam, een permanente make-up. Ja. Hele leuke dame, onwijs mooi geworden. En ik heb een kist. Jij hebt een kist, ja. Oh, hij gaat weer op zijn praatstoel. Maar en vervolgens had ik mijn klant die laatst is begonnen met de MD-kit. Die kwam vandaag voor het eerst voor microneedling. Die heeft de MAX producten ook meegenomen. Allebei, de Wrinkle Smoother en de Contour Gel Creme. Dus ze is er over 6 weken weer. Maar ik ben reuze benieuwd hoe zij die crème ervaart. Want dan is ze er met 6 weken. Dus dan kunnen we ook dat resultaat al zien. Maar dat Niele, het is zo leuk. Nu ga ik naar huis, ga koken en heb ik vanavond nog een klant. Maar ik heb Menno net gebeld om te vragen of hij de airco aan wil zetten. Want er wordt echt bloedheet. Maar ik kan weer rijden, want ik ga richting List en de rest gaat naar de snelweg. Dus ik spreek jullie later. Nou mensen, ik heb zojuist dus de laagste prijsgarantie gelanceerd. En imaging gelijk aan de lijn. Spijt me zeer, maar ik ben de concurrentiestrijd een beetje beu. Dus iedereen die korting geeft, wat niet mag, heeft pech. Dus ik heb besloten, ik ga geen kortingen meer geven. Maar als jullie elders ergens kortingen zien en jullie willen een product kopen, deel je dat. In skincarespecialist.nl staat een link waar je dan alle gegevens en voorwaarden kan zien. En dan kan je ook gebruik maken hiervan. Wat natuurlijk niet heel onbelangrijk is. En hiermee hoop ik dat Image weer een beetje een puur bedrijf begint te worden en een puur merk. Ik heb ook Mark in Been binnengekregen, daar ga ik het later over hebben. Ik wil helemaal vertellen waarom dat nou zo fantastisch is om bruine zonder zon. Wat er nou beter aan is dan welk andere. Nu ga ik even wat pakketten wegbrengen. En vanavond wil ik een webinar online gaan doen, maar ik ga zo nog even een post neerzetten. Want het is natuurlijk bloedvergietend heet. Of iedereen zit binnen te wachten bij de computer. Of helemaal niet. Dus spreek jullie later. Wat ik dus deze vlog met jullie wil bespreken is alles over self-tanning. Mark in Been.
Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Ik heb heel veel vragen gehad. En uiteindelijk ben ik gaan kijken. En dit merk is gewoon een merk wat echt op de markt is als tanning. Dus het is geen bijproduct. Het is echt hun topprioriteit is dus de self-tanning. En ze zijn ook echt heel groot daarin. De voordelen van Mark in Been zijn dat het niet oranje wordt op de huid. Want ze maken geen gebruik van caroteen. Hij maakt geen vlekken en hij heeft niet zo'n typische zelftanning geur. Dat is vaak niet lekker, die geur. Het heeft natuurlijk wel te maken met de pH-waarde van je huid waar die op reageert. Dus een product kan alsnog niet helemaal lekker ruiken. Dat heeft dan met je pH-waarde te maken. Nou, de ingrediënten zijn volledig van natuurlijke aard. Ze zijn vegan en animal friendly, dus dat vind ik ook erg belangrijk. Maar ze zijn tevens dermatologisch getest, maar ook dermatologisch goedgekeurd. Dus dat is natuurlijk ook niet voor niets. Het is niet schadelijk voor de huid en het is gewoon een super mooi alternatief om toch op een hele gezonde manier mooi bruin te worden. Ik hou echt niet van zongebakken mensen, maar het is natuurlijk wel zo dat als je een beetje een bruinig kleurtje hebt of een klein tintje hebt, dat je er toch wel een stukje gezonder en een stukje beter uitziet dan als je dat niet hebt. Dus het is een heel mooi alternatief om toch mooi bruin te zijn op een toch natuurlijke manier, zonder dat je risico's loopt op het ontwikkelen van huidkanker natuurlijk. Veel artsen en dermatologen adviseren de Mark & Been producten ook bij mensen die huidkanker hebben of die door medicatie niet in de zon kunnen, of bij zwangere dames. Dus ook mensen met een hele gevoelige huid kunnen er goed gebruik van maken. Dus het is vrij van parabenen, vrij van siliconen, vrij van extra conserveermiddelen, metalen zitten er niet in. Dus het is echt wel een hele mooie, fijn product. En wat heel fijn is, hij past zich helemaal aan je eigen kleur. Dus het is natuurlijk zo, hoe meer je het gebruikt. Ja, super, dankjewel. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer hoe donkerder het wordt natuurlijk. Het tintje neemt steeds meer toe. En er zijn verschillende mogelijkheden in product welke je dan gaat kiezen. De producten, als je ze aanbrengt, worden ze de eerste 3 uur nog een tintje donkerder. Dus ga niet gelijk proberen het juiste kleurtje te bereiken. Maar begin ermee en wacht dan 3 uur en kijk dan. Als je het dan toch echt nog te licht vindt, kan je het altijd nog doen. Ook kan die in die tijd nog een beetje afgeven. En moet die in de huid trekken, is het erg belangrijk dat je niet heel heftig gaat sporten of gaat zwemmen of zo. Dan kan het nog helemaal opgenomen worden in die eerste huidlaag. En dan krijg je een mooie egale kleur. Dat is natuurlijk niet heel onbelangrijk. Na 3 uur, als die toch nog wat afgeeft, kan je douchen. En dan zal je het overtollige ervan afspoelen. Nogmaals, het vlekt dus niet. We hebben verschillende producten. De spray bijvoorbeeld, die houdt. Ik moet er even kijken, want ik heb het nog niet al in mijn hoofd. De spray die houdt 5 dagen gemiddeld. Al is het natuurlijk zo dat als je gezicht heel actief scrubt bijvoorbeeld, dat het er sneller van afgaat. Maar dat is natuurlijk logisch. De spray, en dit is een heel kleintje. Normaal is die in zo'n grote verpakking, maar ik heb een kleintje hier eventjes. De spray doe je ongeveer 60 keer het gelaat. Of je doet 12 keer je lichaam ermee. Je sprayt hem zeg maar op de wand. 1, 2, 3 zeg maar. En dan ga je het helemaal verdelen over je hele lichaam. En dan mag je best wel ruw wrijven. Deze handschoen kom ik zo op terug. Het is een fantastische handschoen om te gebruiken. Maar we hebben dus meerdere varianten. Eigenlijk 3 heb ik er in de praktijk. We hebben namelijk de mousse. We hebben de pearl drops. En we hebben de spray. Nou, de spray is een award-winning product. Dat is een van het eerste wat ze hebben gehad. Dat is gewoon het originele Mark & Been spray tanning verpakking. Je houdt er 30 centimeter vanaf het lichaam. En dan kan je hem sprayen, maar het is mooier om het op de handschoen te doen. Want als je sprayt heb je toch kans dat op sommige delen het sneller opgenomen wordt en je sneller vlekken krijgt. Dus het is het mooiste als je het op je handschoen doet, daarmee helemaal invrijft. En dan kan je eventueel, het is 10 minuten tot 15 minuten droogtijd, dus hou er rekening mee met het aantrekken van kleding.
Dus dat is de spray, zowel geschikt voor man als voor vrouw. Dat maakt helemaal niet uit voor ieder huidtype. De mousse is een nieuw product die ze hebben. En de voordeel aan de mousse is dat deze een nieuwe soort hyaluron bevat. En dat is een hyaluron die heel snel en heel licht van gewicht is, maar heel snel in de huid trekt. Dus deze is perfect voor mensen met een hele erg droge, gevoelige huid. Nou, wat je daarmee doet, je doet zeg maar een bolletje op de handschoen. Die breng je aan en dan kan je 3 keer zo'n bolletje doen. Dus wat ik zelf doe, is ik doe het erop en dan doe ik een beetje verdelen. En dan ga ik het vervolgens aanbrengen. De mousse blijft ongeveer 9 dagen zitten. Wat kan ik daar verder over vertellen? 40 keer kan je het gelaat ermee doen. En 8 keer kan je het hele lichaam ermee doen. Wat heb ik verder nog van de mousse? Nou ja, dat doe je inderdaad ook met de handschoen aanbrengen. Ik kan nog even over deze handschoen vertellen. Het is een microvezel handschoen. Een voordeel daaraan is dat hij het product niet opneemt. Dus je doet het product erop, want als je het op zou nemen zou het heel zonde zijn. Er zit ook een speciaal laagje in. Gewoon een soort kunststof laagje. Je kan hem op 30 graden kan je hem wassen zonder wasverzachter en ook niet in de droger doen. Daar doe je de mousse dus op. Je verdeelt het eventjes helemaal over je armen. Je kan het ook over het gelaat doen, maar daar hebben we een heel mooi alternatief voor. Maar dat kan wel en dan verdeel je het mooi. Geef je het ook weer even die tijd, trekt het in de huid en dan heb je een mooie egale kleur op de huid. Wat we dan nog als alternatief, dus deze is meer geschikt voor de drogere huid. Dit is voor de redelijk normale huid of de mannenhuid. En dan hebben we nog de tanning drops. Daar ben ik zelf heel erg enthousiast over. Zoals jullie zien heb ik hem ook al met enige regelmaat gebruikt. En dit zijn druppeltjes, die zijn heel makkelijk toe te passen. En dan doe je gemiddeld, de meesten doen gemiddeld, 3 druppeltjes in je crème. Wat je dan ook doet. Gewoon in je dagcrème, in je zonnecrème. Je kan hem ook in je serum doen, maar ik zou het in je dagcrème doen. Omdat die gemaakt is om een beetje op de huid te blijven. Deze blijft 4 tot 5 dagen zitten. Dus wat je er gewoon doet, wat ik tot nu toe gedaan heb, is de Prevention Tinted. Deed ik er 3 druppeltjes in, deed ik mengen, deed ik aanbrengen over mijn gezicht. Je kan best beginnen met bijvoorbeeld als je heel bleek bent met 1 of 2 druppeltjes. En dan kan je het later altijd vermeerderen. Er zitten 210 druppeltjes ongeveer in een verpakking. Dus nou, reken maar uit. Je doet er best wel een hele tijd mee. Je gebruikt er gemiddeld dus 3 per keer. Het is heel makkelijk te doseren. Er zit gewoon een drukknop en daardoor komen die bolletjes eruit. Het kan in je body lotion, het kan in je dagcreme, het kan in je zonnebrandcreme. Het is ook allemaal geschikt voor iedere huid. Dus of je nou een donkere huid hebt van jezelf of een hele lichte huid. Hij past zich gewoon aan jouw huidskleur. Die handschoen is dus met 30 graden te wassen. En we hebben ook nog een kwast. Die heb ik boven liggen, ben ik vergeten. We hebben ook nog een kwast en dat is handig eventueel voor de handen, de voeten en voor het gelaat. Dat zijn synthetische haartjes waar ook het product niet aan intrekt. En het zorgt ook als je wat grovere poriën hebt, dat het ook in de poriën een beetje in die putjes ook kleurt. Dat je niet de kleurverschil krijgt. We hebben nu hele mooie verpakkingen ervan. We hebben trouwens ook een nieuwe handschoen, daar kom ik zo op terug. De tanning drops is gewoon los. Die zijn €34,95. Kunnen ook gewoon door de producten van de Image Skincare. Je kan ze in je eye conceal doen of in je dagcreme. Dan hebben we 2 hele mooie verpakkingen. Want de handschoen is normaal €15. €14,95. En nu hebben we 2 hele mooie verpakkingen. Dit is de spray. En we hebben de mousse. Daar zit dus de normale volwaardige verpakking in. Inclusief de handschoen. En die zijn, als je een mousse of een spray loskoopt, is normaal €39,95. Als je hem nu in zo'n set koopt, is €49,95. En wat heel erg leuk is, wat wij nu hebben, zolang de voorraad strekt, zeg ik erbij. Wij hebben een hele mooie tas erbij. Ik vind het echt een hele mooie sporttas met een mooie bodem en er zit een hele mooie band aan. Van Mark in Been. En zolang de voorraad strekt bij aanschaf van Mark & Bain producten boven €49,95, krijg je die tas erbij. Dan hebben we nog een nieuwe handschoen. Die heb ik ook. Die moet nog even in de webshop. Dat is deze. En dit is een scrub handschoen met houtskool erin. Dus het is heel erg mooie handschoen. Wij hebben hem nog niet getest. Ik ga hem nog even op Menno's rug testen. En dan, als je je lichaam goed scrubt voordat je de mousse aanbrengt, krijg je nog mooier, egaler resultaat. De handschoen is €14,95. Die zit dus niet in die kit. In die kit zit die microvezel handschoen.
En deze scrub handschoen kan je er los bij bestellen in de webshop. Dus bij €49,95 van Mark & Been producten krijg je dus een hele mooie gave sporttas erbij. Ik vind hem heel leuk, dus ik heb er eentje lekker voor mezelf. Heb je nu vragen hierover? Stel ze gewoon, dan hoor ik het graag. Dat was het eigenlijk voor deze week. De rest hebben jullie allemaal gezien. Niet doen! Maar dan is mijn nat spuiten. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe shirt die nu nat is? Kijk, met mijn tekst erop. Ik heb van de week nog een hele mooie foto van Annie en mij samen. We hebben allebei een prachtige handschoen. Puk komt ook gelijk bij mij. Hè? Mijn vriendin. Papa, wat heb jij? Jij hebt geen tanning nodig. Hè? Je hebt geen tanning nodig. Kijk, we hebben het op haar toegepast. Nou, je wordt gewoon hartstikke mooi bruin. Ze is eigenlijk een witte hond. Hè? Ik ben eigenlijk wit, hè? Nu gaat de baas naar de keuken en dan wil ze ook weg. Het was nu een beetje chaotisch. Ik ben heel erg druk geweest met werken. Het is heel warm en ik kan me altijd heel slecht concentreren. Dus sorry als het een beetje chaotisch is. Waar het gewoon op neerkomt, is dat Mark & Been, vind ik, hele mooie producten zijn. Die niet oranje worden. Mooi aanpassen aan je huid. Ik ben van mezelf heel bleek. Ik ben er super enthousiast over. Je hoeft het niet regelmatig te doen. Eens in de 4-5 dagen en sommige eens in de week. Dus wil je nu meer informatie, kan je die sowieso natuurlijk in de webshop vinden. En je kan me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Ik ga even lekker genieten van dit weekend. Ik heb nog een klein nieuwtje, want ik stop met mijn praktijk hier in Lissebroek. Evelien gaat vanavond, want het is nu vrijdag, proefslapen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En als dat allemaal doorgaat, woensdag heb ik mijn laatste klanten. Gaan we, denk ik, vrijdag of zo kijken of we de boel een beetje kunnen gaan verhuizen. Want eerst moeten de stoelen en zo eruit. En dan gaat het weer naar Noordwijk. Dus we gaan wel kijken. Dan hebben de meiden eindelijk een nieuwe kamer. Maar dat horen jullie dan allemaal wel. Maandag heb ik een nieuwe toets. De laatste toets, die elektrische epileren nog een keer overdoen. En dan zit het er helemaal op. En dan heb ik eigenlijk een soort schoolvakantie. Klinkt ook wel leuk. Nou, ik zie jullie in ieder geval volgende week weer. Of op social media. Heb je vragen of wil je meer informatie over Mark & Been? Dan kan dat. Wil je het bestellen, zorg dat je er snel bij bent. Want dan krijg je die gratis tas erbij. Zie jullie snel. Doei. Wil je nou dag zeggen? Wat heb jij nou weer in je mond? Een bonbon? Stinkert. Doei. Dus kunnen jullie niet zien. Moet je hier staan. Doei. Zwaaien. Doei.